FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door dakbedekkingsbedrijf Boco. Volendam tegen AZ. De beste ploegen in 2023 qua puntenaantal. Alleen AZ pakte er meer dan Volendam in het kalenderjaar tot nu toe. 11 om 10. Volendam inmiddels boven de degradatiezone op plek 15. Met 16 punten na 19 wedstrijden. AZ is de nummer 2. Met 40 punten, dat zijn er 2 minder dan Feyenoord. En 2 meer dan PSV. Die spelen natuurlijk tegen elkaar dit weekend. Tot die tijd kan AZ, als het wint bij Volendam, in ieder geval de koppositie pakken. Volendam in dezelfde opstelling, dezelfde beginopstelling als tegen Groningen. Een wedstrijd die met 3-2 werd gewonnen. Nieuw in een 5-3-2. Met Twicht, Sanchez da Silva en Eiting op het middenveld. Tweemans voorhoede, Muren en Oristanio. Klaasie was een van de kandidaten om de vacature centraal achterin bij AZ op te vullen. Maar dat gaat gebeuren door de man daar rechtsboven in beeld. Wouter Goes, hij maakt zijn debuut. Omdat AZ een hele waslijst aan centrale verdedigers mist. Dekker is er niet bij, Van Heusden niet. Bazour viel weg. Er viel ook nog Michailovic weg. Dus speelt Carlson vandaag op de teampositie. Komt Van Brederode in de ploeg. Ontkaart vanaf de rechterkant. En in de spits natuurlijk hij. Vangelis Pavlidis. Meinans. Nieuwe aanwinst die overkwam van Sparta. Begint op de bank. Trekje op Oristanio. De bal van Eiting, nu is het en Mouyamba. Die komt en die bal gaat maar net naast. Groot wapen hoor, die trap van Eiting. Jacobs naar Kerkes. Een beetje af richting Oristanio. Boos dat hij zelf geen vrije trap kreeg. Hier is Oristanio. Dat lijkt me toch een overtreding van Goes. Op de vrije trap voor Volendam. Oristanio hard in de muur. Voetbal van AZ. Rechte ruimte voor Kerkes. Pavlidis. Te kort voor Odgaard. Klaasie. De eerste keer dat AZ echt veel mensen voor de bal heeft rondom de 16 van Volendam. Het kunnen er ook te veel zijn natuurlijk. Het lijkt helemaal nergens op. Ruimte bij Sugawara gezien door Reinders. Nu vraagt aan de andere kant helemaal van Brederode. Op die bal met een klein beetje geluk. Dan is de aanname niet goed van Meijer van Brederode. Murken maar is weggestuurd. Dat is een goede bal. Murken is snel. Daar is Oristanio. Goede tackle van Kerkes. Komt bij Carlson, die even naar de rechterkant is uitgeweken. Pavlidis. Claimt Hens, maar vindt dan de bal terug. Pavlidis. Steekt er zomaar een corner uit en zegt nu tegen PRS, laat de VAR eens even kijken. Naar het moment eerder waarbij volgens Pavlidis de bal tegen de hand is gekomen. Dat betekent overigens niet gelijk dat het een penalty moet zijn. En in dit geval is dat ook zo. Martin Pitt.
Perez, de scheidsrechter, is dat hij eigenlijk al best wel wat jaartjes meegaat. Weinig Eredivisie-wedstrijden fluit. Nu aan de andere kant een claim van Muren. Het van Kerkes, beweert de spits van Volendam. Daar zit Dick Scheringa. Mijnans zou een optie kunnen zijn. Voor wat meer creativiteit. Kan AZ wel gebruiken in deze wedstrijd. Sanchez. Flint. Achter Twicht langs. Pavlidis nu. Achter Carlson langs. Pavlidis een tik. Zit die nog op het gras als Volendam het gaat proberen. Via Oristanio. Sidiakos uitgespeeld. De verre hoek gezocht en gevonden. Hier Pavlidis. Holtgaard. Goed gevoetbald van AZ. Holtgaard met rechts tegen Mirani aan. Dan komt die bal bij Van Brederode. Kerkes. En Carlson liep elkaar eigenlijk in de weg van Brederode. Goede ingreep van Guyamba. Die voorzet eruit had. Van Kerkes nu. Maar AZ de bal weer heeft. Van Brederode. En een corner. AZ scoorde tot nu toe 1 keer uit de spelervatting dit seizoen. Dat was notabene een penalty. Volendam krijgt dus wel regelmatig goals tegen uit corners. En hier was Odgaard. Is eigenlijk de eerste enigszins serieuze kans voor AZ in deze wedstrijd. Na net 51 minuten spelen. En die krijgt de bal met een gelukje, gaat onderuit. Niks, zegt Perez. En zegt ook Mirani. En dan denk ik dat er inderdaad niet heel veel aan de hand is. Perez daar gelijk heeft. Er komt geel aan voor Sugawara. Overtreding op Oristanio. Snelt iedereen bij Volendam zich al naar voren. Heiting. Oeh, de keeper twijfelt. Keeper doet niks. En daar is Xavier Mbuyamba. En Volendam heeft de voorsprong. Weer uit de vrije trap. Weer uit de vrije trap van Heiting. Bij AZ gaat Sven Mijnans zijn debuut maken. Gaat Van Brederode vervangen. Het zegt natuurlijk ook iets over Volendam. Dat een ploeg als AZ die zo makkelijk scoort. Zoveel uitwedstrijden wint. Dat hij hier zo moeilijk heeft. Door die uitstekende organisatie bij Volendam. En hier is de volgende kans. Voor de thuisploeg. Schot van Brian Platt. Verkeerd door Ryan. Het is een irritante overtreding van Oristanio. Gaat hij geel voor krijgen. Wat belangrijker is, hoe is het met Jordi Klaasie? Hele smerige overtreding van Oristanio die Klaasie echt vol op zijn gillespees trapt. Ja, dit moet gewoon een diepe rode kaart zijn voor Gaetano Oristanio. Absoluut ook geen poging om de bal te spelen, want die is aan de andere kant. Wat bezielt hij dan om dat te doen op de middenlijn? Daar komt de rode kaart voor Oristanio. Gaan protesteren wat je wil, dat is gewoon heel erg dom. Onhandig en gemeen. Holtgaard. Oeh, daar is Pavlidis vrij. Pavlidis. Oh, 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 oh.
Wat een kans is daar ineens voor Vangelis Pavlidis. Aanname is goed, maar de afronding veel te wild. Kaart en Stankovic. Klaasie pikt op. Nog een keer Sugawara. Zo in de voeten bij Odgaard en het is 1-1. De fout van Mürkin die hem recht voor zijn eigen doel langs komt. Hoe duur gaat die rode kaart van Oristanio zijn? Weer een tegendoelpunt uit de corner voor Volendam. Weliswaar een afgeslagen corner. Hoetziek. Mürkin. Volendam nog stoute dingen doen. Nee, Mürkin denkt, ik blijf lekker hier in de hoek. Dat was al over de zijlijn. Dus mag AZ gooien. Moet ik zeggen, ik twijfel ook of hij over de zijlijn was. Doet iedereen bij Volendam ook. Onze grensrechter nog voor ons gelden. Zeker niet over de zijlijn. Nou, Volendam gewoon een corner verdient. Dan kunnen ze bij Volendam er niet te lang mee bezig zijn. Want ondertussen is Carlson alweer weg. En er komt nog een corner voor AZ. Heel veel beweging in het strafschopgebied. Het is een goede corner. En de bal recht de lucht ingekopt door Pavlidis. En dan heeft Stankovic hem. En weet Jong dat Volendam het punt binnen heeft. Er had misschien nog wel meer in gezeten. Tegen een heel pover AZ. Maar de rode kaart van Oristanio bracht de ploeg van Jansen terug in de wedstrijd. En meer dan een punt. Verdiende AZ ook niet op basis van wat het creëerde.